wanneer gaat het nou eens minder met het rood aan? Ik denk, dan hoef je niet te komen. Dan hoef ik hier niet naartoe. Dacht ik wel. Ja, dat dacht ik. Ja, inderdaad, dat dacht ik. Ja, klopt. Nee, ja, goed, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja. Ik ben bedankt. Nou, je bent bedankt. Ja. Nee, en bedankt. Ja, dan gaan jullie maar door. Nou ja, dan ben ik dus een keer verplicht om naar Kerkrade te komen. Ja. Pff, het is een rit, hoor. Is wat, hè? Ja, afstand, hè? Het is echt een rit. Hoeveel kilometer heb je gereden? Nou, het zal toch wel 220 kilometer zijn, denk ik. Nou, dan zeg, zit je twee uur in die auto, zeg, om hier en vooruit te komen af te steken. Ja. Dat het stadion ongezellig is. Ja, om jou te vertellen dat Kaal Heide ongezellig is. Is dat, dan zit ik 2,5 uur voor in de auto. En mag ik een mening hebben? Ja. Als er hier 8.500 mensen zitten, dan is het niet ongezellig. Jullie zitten steeds te klagen ook, hè? Dat de scheidsrechters een beetje tegen jullie zijn, dat jullie zoveel gele kaarten krijgen. Joh, nee, joh. Dat is inherent aan onze speelwijze. Over het hele veld speel je 1-1. Ja? En dan weet je dat je heel veel duels krijgt. Nou, dan loop je ook het risico dat je tegen gele kaarten aanloopt. Maar dat is gewoon inherent aan de speelwijze dat wij met gele kaarten te maken hebben. Wow. En dan hebben we bepaalde jongens erbij die inderdaad wel eens een keer over die scheef gaan. Nou, dat accepteren we. Ik heb alleen maar gevraagd dat wij spelen zo aantrekkelijk. Voetbal. Ja, niet alleen voor publiek in Kerkrade, maar ook elders. Ja, om toch een klein beetje begrip te vragen voor het feit dat wij zo spelen. Ja, aan mijn neus. Is dat dan verkeerd aan? Ja, natuurlijk. Ja? Aan mijn neus. We zijn gek geworden. Dan moet je me niet schoppen. Nee, dat heeft niks met schoppen. Met je streef. Heeft niks met schoppen te maken. Ja. Nee, eerlijk. Anders krijg je geen gele kaart. Wie schopt, krijgt geel. Dit is een hele simpele wet. Ja, en die wat praat, krijgt geel. Die krijgt ook geel, dat is ook juist. En er zijn meerdere momenten en wie om geel te krijgen. Krijg ook geel. Ja, of rood. Of rood. Ja, simpel, hè. Nou. Maar dan moet je niet vragen om begrip. Nee, maar het gaat dan om de speelwijze. Dan moet je gewoon niet schoppen en niet praten. Nee, dus wij moeten niet zo aantrekkelijk spelen. Harry, dan draai jij het om. Ja, nee, nou draai ik het om. Nee, ja. Wij moeten niet zo aantrekkelijk spelen. Nee. Ja? Dat er geen 8.500 mensen hier zitten. Dat moeten wij niet doen. Nee. Nee. Nee, we gaan lekker lopen schoppen. Nee, we gaan niet schoppen, we gaan gewoon, heel simpel, niet zo aantrekkelijk spelen. We gaan lekker voor die 16 meter staan en we wachten gewoon de zaken af. Ajax, we gaan niet Ajax speelt ook aantrekkelijk en die hebben toch geen gele kaarten nodig, man? Die hebben heeft toch niks met aantrekkelijk te maken? Die hebben ontzettend veel kwaliteit in zijn ploeg. Nou, die heb jij niet. Nou, individueel hebben wij minder kwaliteit als Ajax. Maar in het collectief en dan moet je maar gele kaarten ophalen. Nee, dat heeft gewoon met de speelwijze van ons te maken waar we voor gekozen hebben. Nee, jij moet je spelen zeggen. En dan zeg ik, daar moeten we ook weer van leren. Natuurlijk wel, we leren iedere dag. Jij leert toch ook nog ieder moment, of niet dan? Nee, ik ben uitgeleerd. Nee, dat sorry, dacht ik. Ik ben uitgeleerd. Ja, ik weet het. Sorry, ja, daar staat ik blijf leren. Daar staat daar staat hij. Daar staat ik blijf leren. Kom nou. Ja, ik ben echt uitgeleerd, hoor. Ja, ik begrijp het. Ja. Nou, lekker leven heb jij, zeg. Heerlijk. Ja. Dat is heel rustig, weet je dat? Ontspannen. Zeker. Ja. Geen zorgen. Absoluut. Helemaal niet. Nee, prima. Ik blijf voor jou. Maar luister. Nee, dat krijgen we niet. Over aantrekkelijk. Nee, maar dan moet jij moet toch tegen jouw spelers zeggen. Maar dat doen we ook wel. Jij moet zeggen tegen ze, je moet minder schoppen. Nee. We hebben het niet over schoppen, we hebben het over duelkracht. Ja. Oh, heet dat tegenwoordig zo? Nee, dat weet ik niet. Dat is een woord. Dat is weer zo'n woord. Wat een woord. Ja, natuurlijk. Duelkracht. Duelkracht. Hebben we nog nooit van gehoord? Nee. Nee. Nou, dan krijg ik, zie je, je leert weer wat. Ja, je leert weer wat. Ja. Dit leer ik. Je leeft. Ben ik blij, zeg. Ja, jij je toch nog iets leert. Ja, nee, dit wel. Dit is echt een les voor mij. Duelkracht. Duelkracht, ja. Wat een biertje, hè? Nee. Limburg, hè? Dat is alleen hier, hè? Nou, weet ik niet. Waar ik nog niet helemaal happy mee ben, is dat jij in een trainingspak op de bank zit. Ja. Dat vind ik een beetje niks. Als je toptrainer wil worden, dan moet je daar... Dat vind ik wel. Stropdasje. Bijvoorbeeld. Zeg maar Beckenbauer, Menotti, weet je wel. Ja, maar je bent nooit te oud om te leren. Van Gaal, dat het er een beetje van jij uitziet. Jij vindt dat? Ja, ik vind het. Ja, er zijn misschien meerdere mensen die vinden dat ook. Ja. Maar ik vind het van niet. Dus je blijft in de trainingspak? Ik probeer mezelf te zijn.